ايه وهذا ابراهيم واي واي ايه اختم علي واي واي بصي في بيتاج واي واي عكتي في تاج واي واي نخي تي في تاج واي واي خين تاج فور واي واي الفي خنور واي واي براي فلو. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren, Envision 2020. Waar zijn wij? Een gala. Een gala? En wat voor gala? Een? Een kickboxer. Vorige week hebben we laten zien over de stare down, toen was het al lijp. Maar vandaag gaan we het echte werk zien, zoals jullie achter ons zien. Sowieso, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. En dankjewel, we zijn inmiddels 27.000 abonnees geabonneerd. Dank daarvoor, love naar jullie. Hey Bilal. Wat moeten de mensen doen? Ja, abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Positiviteit. Arrivederci. Hey, wat hebben we hier? Oh yeah. Nee, Bilal. Ja. Eentje, Asabi. Eentje. Nee joh. Waar is die nou weer heen? Nee. Hé, hey, Bilal. Het is niet... Nee joh, hey. Wow, Bilal. Wat doe je? Hey, kom hier. Wat ga je doen? Kom die kant op, joh. Nog een keer? Kom zo, nee, helemaal geen nog een keer. Kom, gaan we even kijken. Holland. Kom kijken. Broer, was goed? Alhamdulillah, yalla, hafdak man. Gaat lekker man. Kijk eens. Ja? Ja. Broer, gefeliciteerd man. Dankjewel. Ging snel allemaal man. Ja. Broer, dikke partij man. Dankjewel. Hè? Wat gebeurt er? Ja, ik weet niet. Het ging allemaal snel. Hij werd duizelig hè? Ja, klopt. Respect man, ga voor ons dat door. Waar is hij nou weer? Waar is hij? Kijk eens. Wat ben je aan het doen? Allah. Wat? Goed voor jou. Hey! Dat kan niet, hè? Dan gaat Isa bellen. Ja, dan gaat Isa bellen. Lekker man. Ja, tuurlijk kan dat. Hij staat hier. Door het midden, maar moet je wel door het midden. Echt. Door combineren. Handen bij het dekje, maar dat maakt niet uit. Goed, Bilo, kom! Nee! Deze een man ook hoor! Nou ja, we halen zo meteen weer op. Ring me tel meteen. En als we stom niet doen, hoe gaat dat, ben ik on my way. Ring me tel meteen. En als we stom niet doen, hoe gaat dat, ben ik on my way. Als ik ren is het om doekoe. Als jij rent is het kon doekoe. Maar dat is toch niks, ik heb zoveel kicks. Jij denkt ik doe aan kong fu. Boeren, draai naar links, draai naar de ruimte. Nu, twee afronden. Ik niet hè, weg uit doe. Hey! Wat is er? Aanzet de laatste. The end of his third. And the end of his fight. Where the winner is the man in the red corner. Nick Richter. Ik kwam kapot goed terug, broer. Olé. Tweede ronde, broer. Ja man, ik denk tweede ronde. Toen was ik ook aangeslagen.
Maar je bleef staan, broer. Je wankelde eventjes. Maar... Ik mag niet opgeven. Heb je het zelf niet zo ervaren? Nee, man. Slecht. Waar lag het volgens jou aan? Je conditie, man. Conditie. Dat was goed. Hij had sterke conditie. Hij bleef maar komen. Maar ik ging met hem mee. Wat heb je? Op een gegeven moment een paar keer gebruikte hij een paar keer goed je knieën. Ja, dat wel. Raakte ik hem ook goed, hè? Ja. Succes, hè? Dankjewel. Wallah, wel respect, wallah. Merk oprecht. Succes. Juist, die gaan mijn billen ermee blij maken, hoor. Dankjewel, broer. Respect. Wallah, dik. Bilal, als je met mij meegaat, dan mag je, kijk eens. Mag je kip? Ga je met mij mee of blijf je bij haar? Ja, maar ga je dan met mij mee? Dus je mag die kip en dan ga je met mij mee. Nee, kies maar. Wil je bij haar blijven of ga je met mij mee? Ga je met mij mee? Kom maar. Hé, hey, kijk eens. Ik ga je wat zeggen. Weet jij wie achter jou staat? Ken je hem nog of niet? Kijk eens. Ja, moet je achter je kijken. Wie is dat? Hoe is het? Weet je nog wie hij is? Kijk eens. Weet je nog wie ik ben? Ilya. Ik ben jouw vriend niet meer, Bilal. Ik zeg het jou, broer. Ik heb het je gezegd. En klaar, ik krijg hem niet meer mee. Echte, echte? Vrouwen. Nee. Blijf lekker rustig zitten, Bilal. Sorry, boys. Broer. Ik zie een lachje op je gezicht, man. Ja, man. Gewoon lekker gewonnen, man. Ja, alhamdulillah. En je had het publiek ook wel aardig mee. Ja, man, moeten. Ja, toch? Ja. Nou, respect, man. Nee. Wat was de tactiek voor vandaag dan? Gewoon continu druk zitten. Ja, dat was het eigenlijk. Simpel. Mijn eigen ding doen. Het klinkt simpel als je het zo hoort. Eerst maar ik kan het met stress. Ja, was je toch wel zenuwachtig voor de wedstrijd? Ja, dus we gaan veel van jou zien, inshallah. Allah, dik, man. Respect. Deze man ook. Wat moeten we daar nou mee? Wat moeten wij nou met Bilal? Ah, Bilal wil niet meer mee. Ja, niet meer mee. Ja, hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we gaan oplossen? Kan toch niet? Nee, Bilal, kom. Er wordt niks. Nee. Helaas. Brian Vlogs. Dit is wel een partij, hoor. Hoe vond je de wedstrijd gaan? Ja, de wedstrijd. Heb je gekeken? Ja. Je hebt gezien dat ik heb verloren. Ja. Het is niet volgens plan gegaan. Ja, ik had veel dingen beter kunnen doen. Ja, ik moet even vaker kijken naar mijn zusje Amira. Die doet 20 keer beter dan een miljoen keer. Ik heb veel lopen afvallen in een korte tijd. Dus dat speelt ook een grote rol. Ja, speelt dat een belangrijke rol? Ja, zeker. Ik ben 11 kilo deze maand afgevallen. Wow. Dus ja, dat gaat dus ten koste van energie, spieren, alles. Maar ik zag wel een paar keer. Je ging wel echt de aanval in. Erin, man. Ja. Verder dan daar bleef het bij, snap je? Even erin, dat is ook mijn vechtstijl. Ik ga gewoon net als naar voren, net als wie Badrari, Jarrah, al die soort mensen. Ik hou van dat soort vechtstijl. Ik ben niet technisch, ik ga gewoon bab erin. Als je raakt, is je raakt. Dat is wel echt risico, hè? Is risico, maar ja, ik weet niet. Het is gewoon mijn vechtstijl, ik kan er niks aan veranderen. Ja, ja. Dan ben ik ook van mijn trainer gaan verstaan. En ik heb van Bola. Zo gaat dat. Deze was generaties op generaties wordt het. Kijk, dit is een nieuwe superster, jongens. Kijk eens. Mashallah, allemaal mashallah. En wat zou jij tegen de kinderen jongeren willen zeggen? Tegen de jongeren, ja, doe vooral jullie best op school. Ga lekker sporten, ga lekker iets doen. Niet buiten hangen, doe je huiswerk. Als je buiten gaat hangen, ga je niks bereiken. Al dat soort dingen, ik hoor ook tegenwoordig messen, dit, dat, ja. Zo. Ik zeg alleen, je moet scherp zijn als een mes, maar geen mes gebruiken. Daarom. De rest kun je niks meegeven. Kijk, voorbeeld, Amira Tari, 1 ton volgers. Dat wil jij toch ook?
Ja, toch, zeker. Toch? Zeker. Want dan moet je keihard werken, net als Amira. Net als vele andere jongere talenten. Dus doe jullie best. Dankjewel, man. Interview ja, toch? Hey! Milo, iedereen vraagt om jou. Wat? Iedereen vraagt om jou. Ik Amira. Wil je alsjeblieft met mij mee? Nee. Hoe doe je nee? Nee. Nee. Met mij mee. Nee. Met mij mee, alsjeblieft, kom. Nee. Waarom? Dat is niet, maar. Ja, dat snap je. Is jouw suiker en melk? Suiker en melk. Ja, suiker en melk, kijk eens. Oké. Echte service, hè? Ja. Alsjeblieft. Oh mijn god, die is laat me eens even je armen voelen. Hard doen, hard doen. Yo, yo, mijn vingers doen pijn. Mashallah. Ja? Maar is sterk. Oké. Ik kan hem weer loslaten. Laat maar los, binnen. Kijk, krachten. Sterk. Ja. Ja, 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 ja. Hershey. Salaam alaikum. Salaam. Hoe is het, bro? Nervous? Alhamdulillah. We zien er goed uit, man. Ja, toch? Geen grap hier zo. In stijl, ja? Ja, zeker. Ja. Zeker. Je weet dat er meer een stiekem fan van jou is, hè? Ja? Ja, man. Dat zegt ze niet. Nee. Ze zegt het echt tegen niemand. Ja. Ziek, hè? Had ik echt niet verwacht. Ja? Is het geweldig? Ja, het is gruwelijk. Dat is gewoon een voorbeeld voor haar. Ja, ze kan er ook zelf van. Jawel, hè? Ja. Die gaan nog ver komen. Denk je? Wat maakt haar zo goed, denk je? Dat ze het nu al kan. Dat ze nu al alles begint. In 10 jaar ook nog? 10 jaar. Waar was jij toen? Ik ben 20. En ik ben zelf. Zeggen mensen van, je gaat inshallah. Ja. Ze is 10 en ze is al hoog, heel hoog. En nu beginnen die spanning op te komen? Nee. Ja, die zijn er wel. Die zijn er al heen. Ja. Maar dat is altijd. Heerlijk. Ja, maar zodra die ding de bel gaat. Is bij elke wedstrijd. Zodra die bel gaat, is dat wel. Ja. Brian Vlog. Het is dat hij de kans heeft om tegen mij te vechten voor deze wereldtitel. Omdat hij bij haar niet vertrouwen van ons probleem om te zorgen hij het wel aan kan. Kijk, ik neem deze jongen. Ik neem hem niet serieus. Ik neem Fusion. Ik neem Fusion de wereldtitel niet neem ik serieus. Dus ik train voor die wereldtitel. Als je maar al die tijd, zoals wat we heel vaak buitenspel over trainen. Ik train dat niet voor. Ik kan weer zeggen, ik word er bij CMJ, dan ben ik er weg. 67 kilo. Natuurlijk. 67.0. Ja. Baby, won't you meet me by the beam? Too early, maybe later, you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City, she blowing me kisses. No, 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Thank you.
succes, broer. Het probleem was Ali. Ik ben fan van Boutassa en ik ben fan van Khalid. Khalid is broertje. Boutassa is Amsterdam, dus het gaat pijn doen. Maar maakt niet uit. We zijn hier vandaag voor twee broeders. Ik ben hier voor Khalid. Ik ben fan van Boutassa, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, jullie gaan genieten. Dat is het belangrijkste. Inshallah. Ja, wij zijn er weer. Ja, wel, mensen, hier zijn we weer. Moosje. Hola. Jij hebt mij gewoon super blij gemaakt. Ik ben mijn stem kwijt. Maar holla, echt, dit is een vorm van succes. En ik, als ik zie hoe je werkt en zo,
die tegenstander zei over social media, weet ik wat allemaal. Maar Wolle, echt respect hoe jij alles voor elkaar zo zet. En je bent gewoon op weg en je gaat inshallah bi'idnillah. Als alles mee zit, ga je echt een hele grote worden. Inshallah. En ik vind jou echt een voorbeeld. Ik kijk echt op naar je. Ondanks je veel jonger bent dan ik, man. Shukran, leuk werk vind je. Dankjewel. Ik waardeer het heel erg. Wat ga ik tegen je zeggen? Ik train er hard voor. Ik heb er veel voor over. Je hebt mijn tegenstanders, je hebt gasten, mensen. We willen geinig doen, grappig foto's maken, met foto's plaatsen met bijvoorbeeld broodjes of zo. Mij zogenaamd plagen met voor de spiegel staan, foto's maken, stiekem zelf jaloers zijn. Geef je toch gewoon... Ik ben niet zo kinderachtig om daarop te gaan reageren of te gaan verlagen naar dat niveau. Ik doe het werk allemaal in de ring. Ik train hard, ik ben gefocust. Er zijn mensen die lijden aan... die geen brood hebben, die niks hebben en dan komt deze jongen dan zo mij belachelijk maken met broodjes en dat soort dingen. Het was allemaal niet eens grappig. Hard werk, dat loont. Ja, absoluut. Hard werk, dat loont. Absoluut. Je hebt het gezien, de wedstrijd, 5 rondes. 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4, alle 5 op mijn naam. Ja. Ik heb elke ronde gewonnen, ik heb overtuigend laten zien toch... dat ik wereldkampioen ben. En toch leek het alsof jij nog, hoe zeg je dat, een beetje gedoseerd, Maar waarom koos je ervoor om toch... Het zeker voor het onzeker. En het gebeurt op dat, ik kan het zelf niet bepalen. Als ik zie dat hij, dat ik gas kan geven, dan geef ik dat. Ja. Maar ik zal op bepaalde momenten je kont doorpakken. Ja, maar als het overbodig is, dan... Ik sta al 4-0 voor. Ik zit goed. Hij moet komen halen. En wanneer hij komt... Dan wacht een boodschap op hem en je weet welke dat is. Allah houdek man, Allah, waar ik geloof. Bilal, vond je het leuk? Ja. Ja toch? Ja, kom je de volgende keer weer? Ja. Ja? Oké. Okay, hey, Bilal, wat moeten mensen doen? Abraham leren. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd? Positieve tijd. Positieve tijd. Adem, Adachi. Love naar deze man. Peace.